kom daar misschien bij een nieuwe video op mijn kanaal. Oké, het is een beetje lang, maar ik heb gewoon zin om video's te maken. Anyways, ik ga een video maken over dat ik de EK tikt helemaal alleen. Ik ga stuk voor stuk, even ongeveer nadenken van, hey, wie gaat er winnen van het EK, welke wedstrijd gaat winnen. Ik zeg alleen wie er gaat winnen. Ik zeg niet per se de scores of dat soort dingen. Nee, dat ik daar niet ben. En hier komt gelijk de volgende, Vargas. Zo zeg. Slowakije tegen Engeland. Engeland wint. Sowieso Engeland wint. Roemenië tegen Nederland. Nederland wint. Ik denk dat Nederland wel gaat winnen. Nederland gaat winnen van Roemenië. Roemenië tegen Oostenrijk. Dit vind ik spannend op zich. Ik zou ook niet weten wie er gaat winnen. Maar ik denk dat Oostenrijk gaat winnen. Duitsland tegen Denemarken. Ik denk dat Duitsland gaat winnen. Spanje tegen Georgië gaat Spanje winnen. Spanje gaat winnen van tegen... Nou ja, Georgië is ook wel goed. Ik ga voor Spanje. Frankrijk tegen België. Het spijt mij, lieve Belgen. Frankrijk gaat winnen. Portugal tegen Slovenië. Portugal is matig. Nee, gaat niet Portugal. Dus dit ronde 2. Nu gaat het moeilijk worden. Italië tegen Engeland. Ik denk dat Italië gaat winnen van Engeland. Zo zeg! Nederland tegen Oostenrijk weer. Ik ben geneigd natuurlijk om als Nederlander natuurlijk gewoon Nederland te kiezen. Maar Oostenrijk is toch wel sterk. En als wij Oostenrijk wel zeg maar willen verslaan deze keer echt. Dan moeten wij zeg maar echt iets doen. Zeg maar echt gewoon goed spelen. Dus... echt de verdediging beter zetten. Anyways, kijk, als we in de eerste helft geen eigen doelpunt scoren, dan was het natuurlijk gewoon voor ons geweest. Dus ik zeg Nederland, maar ik weet niet. Oostenrijk is erg goed. Spanje tegen Duitsland. Oei, dit is wel echt... echt een wedstrijd, dat moet ik eerlijk zeggen. Dit is wel een goede wedstrijd. Maar ik moet iemand kiezen. Duitsland tegen Spanje. Duitsland tegen Spanje. Ik weet niet. Mijn gevoel zegt... ik weet niet waarom, maar... ik denk Spanje. Ik denk dat Spanje nog wel gaat winnen van Duitsland. Oké. Frankrijk tegen Portugal. Even denken. Frankrijk tegen Portugal. Ik weet het niet. Ik vind die twee een beetje... mwah. Portugal heeft kaart verloren tegen Georgië. En Frankrijk heeft fucking gelijk het spel gespeeld tegen... ja, ze waren toch al door. Maar ja. Ja. Ja, laten we gewoon zeggen, toch nog Frankrijk. Ik denk dat toch nog Frankrijk gaat winnen van Portugal. Sorry, denk ik. Italië tegen Nederland, dan gaat Italië winnen. Uitgeschakeld door Zwitserland en roemloos. Spanje tegen Frankrijk, ik denk dat Spanje gaat winnen. En de finale wordt tussen Italië en Spanje. Eerst derde. Natuurlijk derde. Shit. De derde plaats gaat naar... oei. Ik denk nu wel Frankrijk. Wij worden vierde dan. Frankrijk wordt derde. En eerste plaats wordt... ik denk... tussen Italië en Spanje. Oh, ik zit na te denken, man. Ik weet niet. Ik heb nooit Italië. Ik heb niet eens één keer Italië gekeken. Of Spanje. Ik zit gewoon random te gokken. Laten we zeggen. Mijn hoofd zegt Spanje. Spanje. Spanje vindt het EK.
Dit is het. Dit is het hele EK wat ik erover denk. In ieder geval, ik heb ook een iemand anders in deze video. Die heeft wel meer EK games gekeken dan ik. Dus laten we gewoon ervoor gaan. Oké. Engeland tegen Slowakije. Roemenië tegen Nederland. Oké. Oostenrijk tegen Turkije. Ja, maar wie gaat dan winnen? Wie wint de overtime? Of wel, moet wel iemand winnen? Met penalties. Oké. Nee, 2-2 en dan penalties. En wie gaat de penalties winnen? Oostenrijk? Oké. Duitsland tegen Denemarken. Spanje tegen Georgië. Portugal tegen Slovenië. Voor Portugal? Italië tegen Engeland. Engeland? Oké. Hoeveel? Oostenrijk tegen Nederland. 2-1. 2-1. Duitsland tegen Spanje. Frankrijk tegen Portugal. En wie neemt de penalties? Engeland tegen Nederland. Oké, met hoeveel? Spanje gaat winnen. Oké, Spanje tegen Nederland. Een echte klassieker. Wat wordt het? Ah, 1-0. Dus eigenlijk, jongens, denkt Defender ook dat Spanje gaat winnen. Vet, wil jij proberen of niet? Oké, Engeland tegen Slowakije. Roemenië tegen Nederland. Ja, ik snap gelijkspel. En wie gaat met de penalties winnen? Oostenrijk tegen Turkije. Duitsland tegen Denemarken. Wie gaat met de winst verloren? Spanje tegen Georgië. Frankrijk tegen België. 2-0 voor België. Zwitserland tegen Engeland. En de winst gaat naar. Oké. En Nederland tegen Oostenrijk. Wie denk jij? Spanje tegen Duitsland. Oh, niet 11. Ha. Duitsland gaat winnen, toch? België tegen Slovenië. Oké. Nederland tegen Zwitserland. Oké, België tegen Duitsland. Kijk. Dus jij denkt dat België gaat winnen. Nou, nice. Frankrijk gaat door naar de kwartfinale, maar vraag niet hoe. Met alle geluk van de wereld in de wedstrijd die maar niet los wilde komen. Dus, we zijn hier weer terug. Even een tweede voorspelling. Dit blijft gewoon hetzelfde. Spanje wint van Duitsland. Frankrijk wint van Portugal. Spanje wint van Frankrijk. En Spanje komt in de finale. Dit gaat sowieso gebeuren. Dat weet ik. Ik weet niet. Zo'n gevoel heb ik heel sterk. Alles kan gebeuren bij dit. Ik zeg het je. Alles bij dit kan gebeuren. Engeland, Zwitserland. Engeland is niet zo goed. Anyways. Mij lijkt het leuk als Engeland doorgaat. Bij deze kan het echt allebei zijn, Zwitserland en Engeland. Ze zijn allebei even goed, denk ik. Maar goed. Omdat de Turkse kijkers... Hoi. voordat ik deze voorspelling bepaal. Het wordt sowieso een leuke wedstrijd. Morgen. Tussen Nederland en Turkije. Morgen wordt het echt een heel leuke wedstrijd tussen hun tweeën. Wordt ook heel spannend. Beide teams vind ik even goed. Puur omdat het mijn eigen land is, weet je. Ik bedoel, Turken hebben het ook hetzelfde. Turken denken ook van... Waarschijnlijk denken ze het ook hetzelfde. Van, nee, het zijn twee goede landen die tegen elkaar gaan. Maar ja, als ik er toch iemand moet kiezen, dan is het toch mijn eigen land, weet je. Dus ja. Maar het zal me ook niks verbazen als Turkije gaat winnen op zich. Want Turkije is ook een sterke land.
Dus het wordt echt heel spannend. Bij deze vier wedstrijden wordt het echt gewoon spannend. Ik weet het gewoon totaal niet. En tussen Nederland en Engeland wordt het toch Nederland. En Nederland gaat in de finale en dan gaat Spanje winnen. Dat wordt het gewoon, denk ik. Maar ik ben altijd... Kijk, ik zeg nu wel van, oh ja, Spanje gaat winnen. Al kijk, als er hier een finale komt tussen Nederland en Spanje, ben ik niet opeens voor Spanje, ben ik gewoon voor Nederland, weet je. Maar... Ik denk persoonlijk zelf dat Spanje gaat winnen. Maar als Nederland zou winnen, dan zou ik het nog wel leuker vinden, weet je. Maar alsnog. Maar, wel, Turkije wint. Van ons. Dan wordt het Engeland tegen Turkije. En ik denk persoonlijk dat Turkije wint van Engeland. Want Engeland is niet zo goed dit jaar eigenlijk. En dat de Turkije dan naar de finale gaat tegen Spanje. En dat Spanje dan wint van Turkije. Stel Engeland verliest, weet je, tegen Zwitserland. Dan wordt het precies hetzelfde in het geval van tussen Turkije en Nederland. Gaat Zwitserland ook verliezen. En dan is het hetzelfde. Maar dan andere tegenstander. Ik denk persoonlijk dat gaat gebeuren. De winnaar van tussen Nederland en Turkije gaat sowieso naar de finale van het EK, denk ik. 100%. je weet het nooit, weet je. Mijn voorspellingen zijn zoveel gelukt, dus